Ik heb echt veel lesgeld betaald. Dat grapje had mijn 50.000 euro gekocht. Mijn laatste 50.000 euro was dat ook nog eens. In dat proces, dat je het nog niet helemaal zeker weet... ben je ook beïnvloedbaar door meningen van anderen. Dus dan is het heel belangrijk... met wie ga ik hierover praten? En iedereen wil natuurlijk weten. Uit, ah, is uit. Jullie gingen toch samen naar Spanje? Ik ga het één keer vertellen en dan niet meer. Dus ik heb gewoon met iedereen gebeld. En één vriendin was te laat. Nicole, die heb ik het ook niet meer verteld. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast. De podcast waarin je van succesvolle mensen leert hoe ze zij zijn gekomen waar ze zijn. Uh, en waar ze tegenaan liepen op weg naar de top. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Erwina, Tim en Gillian. Dank voor jullie steun aan de potbaz. En als je ook uh, potbaz wil worden, dan kan je dat doen via de link in de beschrijving. Ik moet een beetje lachen, want ik zie Rick de cameraman met een groot, uh, grote verbazing op zijn gezicht kijken. Dat het eindelijk een keer goed gaat, het intro. Ja, het is op de een of andere manier een vloek. Ik weet niet of je dat kent, ook als je bij jou op je podcast uh, doet, Faya. Ik denk dat als je blijft zeggen dat het een vloek wordt, dat het een vloek blijft. Ja, nou, ik probeer het op die manier juist eraf te krijgen, de vloek. Ja, maar je, je, je manifesteert het iedere keer opnieuw. Ja, dus hoe kan ik het beter zeggen van... Oh, nu het, ging gaat het, goed? Goed, het gaat goed. Ja. Ja, ik kan het heel goed. Lukt. Ja. Alles lukt. Nou, en dat heb ik net uh, bewezen. Van goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je, je praat vaak uh, open over het leven. Um, gaat dat ooit vervelen? Het praten gaat een beetje vervelen. Ik heb echt zin om mijn mond dicht te houden. Nou, dat is een goed begin. <laughs> ja, dit stond natuurlijk al gepland. En er staat er nog één gepland. Ik heb er gisteren ook één gehad nog. Daar ben ik er even klaar mee. Dat heb ik wel besloten. Dat ik wel gewoon even uitgeluld ben. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat het dan toch net nog even iets is. Ja, wordt? Ja, vandaag geef me altijd helemaal 100%. Dus dat gaat helemaal goed komen. Volledige naam? Faya Hanna Nicole Laurens. Leeftijd? 42. Ik wou 31 zet, zeggen. Er komt gewoon 31 in mijn hoofd. Toch? Oh nee, Faya met 42. Beroep? Ja, dat is echt heel ingewikkeld. Maar uh, ik denk ondernemer toch wel nu voornamelijk. Bekend van? Uh, bekend geworden van goede tijdens slecht tijden. 21 was. Ik denk dat uh, de meeste mensen me de laatste jaren kennen van het killer body dieet. Een boek wat ongeveer behalve Nederland in de kast staat. Mijn grote voorbeeld. Heb ik niet. Het raarste verzoek dat ik ooit heb binnengekregen. Voeten of zo, dat ze je voeten willen likken. Of voeten, foto's, voeten. Voeten. Nou, ik heb er serieus over nagedacht. Ik zou je dat zeggen, want ik dacht opeens... Stel je nou voor dat je op dat uh, OnlyFans gaat met je voeten. Niemand weet dat het jouw voeten zijn. En je hebt natuurlijk allemaal mensen die zijn voeten is. Dus ik denk, als je dan met je voeten gewoon in de chocolademousse gaat... en, uh, en weet ik veel wat, kan jou het gelen, weet je wel. Dus heb ik wel, ik heb het zelfs met mijn zoon besproken. Ze zei hij, nee, als je op OnlyFans gaat. Maar toen dacht ik, ja, dat zijn toch mijn voeten. Ik denk dat het best grappig is zelfs. Je kan allerlei dingen verzinnen. En je hebt zulke rare mensen op de wereld die daar gewoon geld voor over hebben. Ja, toch weer een extra businessmodel. Ja, ja ik, ik denk dat ik nooit verlegen zal zitten als het gaat om geld verdienen. Want stel je voor, je hebt het niet, dan ga je dit soort dingen toch doen. Ja, maakt het jou uit. Ja. Eelt van je voeten af, uh, hoe noem je het, schaven met zo'n schaaf. Hm. <laughs> ik, denk, ik denk serieus dat er gewoon mensen zijn die dat willen zien. Ja, ja ik heb een soort reverse voeten <laughs> dus ik heb daar echt helemaal niks mee. Nee, nee maar ik kan altijd in ieder geval iets verzinnen om geld te verdienen. Is dat... Hey, een goed moment om deze aflevering even kort te onderbreken, want ik wil iets met je delen. Afgelopen aflevering was Jim Bakken te gast en hij zei toen dat hij wel eens een podbast zou willen sponsoren. En dan denk je: ja, 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 dat zeg je nu, maar hij heeft het echt gedaan. Hey, hallo Jim Bakken hier. Vorige keer was ik de gast in de podbast, nu ben ik de sponsor. Uh, maar dat betekent dat ik natuurlijk ook iets mag vertellen over waar ik mee bezig ben op dit moment, en dat is mijn theatertour, oud geleerd, jong gedaan. Ik toer door het hele land. En ik hoop dat jullie uh, naar een van mijn shows komen. Sommige zalen zitten wat voller al, dus ik zou snel zijn. En sommige zalen uh, is nog wel genoeg plek. Dus wees um, erbij en ik zie jullie daar. Doei! Nou, Dat is toch super lief van hem. Zijn tourschema staat in de beschrijving. En als jij ook een podcast wil sponsoren, stuur me even een berichtje. Nu snel door met de aflevering met Faya. Wat was uh, voor jou de allereerste keer dat jij uh, bewust acteerde? Want daar is het ooit allemaal mee begonnen bij jou. Nou, ik heb gespeeld voor Goede Tijden in um, Costa. De serie. Dat was mijn allereerste rolletje. Een klein rolletje. Ja, dat was fantastisch. Ik wilde altijd actrice worden. Dus toen dat een beetje ging gebeuren. Ik voelde ook dat ik er bijna was. Dat het echt ging gebeuren. Ook goede tijden. En ja, dat, het was het Costa. En Kees en Ko kwam, denk ik, daarna. Ja, dat kwam daarna. Maar dat was heel mooi. Ja, het, het hele traject van... Ik wilde ook gewoon graag bekend worden. En, zo. en als jong meisje wil je dat gewoon... En, het was natuurlijk een hele andere wereld als nu met social media waarin iedereen bekend is. Maar dat had je allemaal niet. Dus het was ook heel erg uniek als het je dan lukte. Ja, want je kwam droom. daar die, die set op, jouw eerste. Goede tijden slechte tijden. Toen kwam meneer Harms. Weet je wie dat is? Nou, dat nee. is voor jouw tijd. Nou, die man zag er echt 20 jaar uit alsof hij 80 was. Terwijl hij 50 was volgens mij. Maar in ieder geval, die kwam en dat was de opa van de serie. En als kind keek ik altijd naar die serie. En ik weet nog dat ik de allereerste dag daar op de set was en dat hij tegen mij zei. Oh. Ah, ja, ja, ik ben speciaal voor jou gekomen, want hij was die dag vrij. Dan kan ik je rondleiden. En toen dacht ik: wauw, meneer Harms je komt speciaal voor mij. Ja, dat vond ik echt super bijzonder. Wauw, en uiteindelijk ja. is dat uh, het begin geweest van jouw carrière. Ja. Ik heb het uh, geprobeerd samen te vatten, maar er was nogal een hoop. Dus ik heb het geprobeerd binnen twee minuten te, te proppen. Dus uh, zet ik op telefoon op. En dan okay. uh, hoor je jouw carrière binnen twee minuten. Faya Hanna Nicole Laurens wordt op 3 juli 1981 geboren in Amsterdam. Ze is de oudste in een gezin van vier en het is een opvallend gezin, want de kinderen zijn afkomstig van drie verschillende vaders en zien er dus allemaal anders uit. Ook is het gezin hindoeïstisch, en omdat er in Nederland nog geen ontmoetingsplaats is, heeft haar moeder hun huis omgetoverd tot een tempel. Op school komt Faya in aanraking met Toneel en zij weet het zeker, later gaat ze in GTSD spelen. Ze is op dat moment pas twaalf jaar oud, maar vertelt aan iedereen dat dit is wat ze gaat doen. Zo zeker als ze is over deze droom, zo onzeker is ze op school. Ze is dyslectisch en wordt veel gepest omdat ze anders is. Ze gaat een tijdje door het leven als Nicole omdat ze zich schaamt voor haar eigen naam. Door al deze pesterijen wordt Faya ook een pittige puber en op haar zestiende gaat ze uit huis. Ondertussen werkt ze wel hard aan haar acteerdroom en laat ze regelmatig foto's van zichzelf achter bij een castingbureau om te zorgen dat ze niet vergeten wordt. Als Faya 18 is, wordt ze voor het eerst moeder en haar pasgeboren dochter wordt gecast voor een rol in GTST. En vijf jaar later gaat Faya's grote droom zelf ook in vervulling als ze de rol van Jasmin krijgt. Je mag mij ook alles vragen hoor. Heb je een vriendin? Toch zit ze niet helemaal lekker op haar plek, omdat ze niet afhankelijk wil zijn van een producent of een script. Na een akkefietje met de regisseur besluit Faya dat ze wil stoppen. Faya blijft wel acteren, wordt DJ en begint met ondernemen. Zo begint zijn eigen bedrijf voor cabines, een homohotel, een schoonheidssalon en een eigen kinderkledingzaak. Maar haar ondernemingen willen niet helemaal lukken. Toch geeft ze niet op en in 2013 begint ze het Instagram-account My Killer Body Motivation... waarop Faya deelt hoe ze topfit wordt. Dit lijkt een schot in de roos en ze schrijft meerdere boeken waarvan er honderdduizenden worden verkocht. Ook start ze haar eigen Killer Body Proteïneproductenlijn. Inmiddels is Faya veel bezig met het helpen van anderen. Ze heeft verschillende coachingsopleidingen gevolgd, onderzoekt allerlei thema's in haar eigen podcast... en is bezig met een opleiding tot paardencoach. Begin dit jaar is haar nieuwste boek uitgekomen, Killer Mindset... Want Faja is het bewijs dat je alles kunt bereiken wat je wilt als je je mindset waar goed hebt. Oh ja. En als je alleen een plan A hebt. Want als jij gelooft in plan B, dan ga je er nooit echt voor. Ja, dat klopt. Je hebt goed uh, opgelet. <laughs> <laughs> ja. Ja. Waarom moest je lachen bij uh, de ondernemingen die voorbij kwamen? Ja, dat ik natuurlijk zoveel heb gedaan. De helft. Uh, weten mensen nog niet eens, maar. Uh, gezocht, gezocht. En uh, uiteindelijk is hetgeen wat succesvol is geworden hetgeen wat je hard wil. Als je het puur doet voor het geld, of omdat je rijk ja, rij wil worden onafhankelijk, dan, dan werkt het vaak niet. Of eigenlijk niet. Of het werkt wel voor sommige mensen, maar ze zijn er niet gelukkig mee. Dus je gaat uiteindelijk nog met een onprettig gevoel naar je, naar je werk. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan waarvan je zei van, nou ja, dat deed ik dan voor het geld? Maar... Naar die kinderkledingwinkel bijvoorbeeld. Ja, daar dat, dat, dat stond ik dan opeens. Stond ik zes dagen in een winkel in Amsterdam waar niemand binnenkwam. Ik dacht, dit is toch niet mijn leven? Waar ben ik nou weer aan begonnen? Hoe, hoe kom je erbij? En dan, dat dan ben ik, ik dan echt zo... Ja, omdat ik dan had gehoord van een vriendinnetje... die in Amstelveen werkte en ik in een kinderwinkel... wat hun dagomzet was. Dus ik dacht alleen aan het geld. Maar ja, dat, dan zat je wel in een goede straat in Amstelveen. Ik ben gewoon in Amsterdam gaan zitten in een buurt waar niemand geld had omdat ik dan weer mijn research niet goed deed, weet je wel. Ik heb echt veel lesgeld betaald. Dat grapje had mijn 50.000 euro gekocht. Mijn laatste 50.000 euro was dat ook nog eens. Maar ik ben wel iemand. Ja, een droom moet je niet op kou, moet je doorslikken. Dus ik beslis heel snel. En op het moment dat ik dan denk van oké, okay, dit is niet mijn leven, hier moet ik nu mee ophouden. Dan, dan lukt het ook om ermee op te houden. Want ik had ook een contract van vijf jaar in die zaak. Maar toen vond ik iemand en die nam het over en denk, ah, oh, weg, ik ben er vanaf. Lekker. Ja, toch altijd weer even kijken van hoe je er toch verder mee kan gaan. In plaats ja. van opgeven. Ja, nee, er, daar moet je dan uitstappen. Ik denk dat je ook heel veel mensen te lang blijven zitten in, in een plek, op een plek waar ze eigenlijk niet thuis horen. En ik ben wel snel. Hup, hup, hup. Ja, rigoureus. Dat zat ook in het uh, ja. voorstelfragmentje ja. bij GTSD. Schrijf me er maar uit. Ja, precies. Dat, ben ik. dat is wel mijn karakter. Nu kan dat dus niet met Killer Body. Killer Body ligt in 2.500 winkels in Nederland. En dat is een foodbedrijf. En er komen heel veel dingen bij kijken, voedselveiligheid, uh, logistiek, uh, labels. Uh, gewoon allemaal van dat soort dingen waarvan ik vroeger dacht, dat vind ik echt niet leuk om te doen. Nee. En dat vind ik nog steeds dat gedeelte vind ik nog steeds niet leuk om te doen. Ik vind het creëren nieuwe producten, nieuwe smaakrepen, dat soort dingen. We zijn nu met proteïneballetjes bezig. Weet je, dat, dat vind ik allemaal heel erg leuk. Maar ik kan niet weglopen nu. Nee. Ik zit tot mijn nek in. Maar er zit iets in jou, wat dat wel wil doen? Ja. Er zit iets in mij wat het wil doen, ja. Dan ben is dat al verveling in. of zo? Dat je dan op moment... Het is gewoon, het wordt gewoon heel serieus nu. Ik ben ik ben gewend om altijd van het een in het ander te stappen. Oh, vind ik het niet meer leuk, ga ik dat doen. Vind ik het niet meer leuk. Ga de, wil ik daar niet meer wonen, ga ik daar wonen. En nu zit ik in een bedrijf waar ik niet uit kan stappen. En dat is goed, want ik leer hiervan. En ik leer ook dat er na regen, zonneschijn komt. En dat het, het is gewoon soms een, 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 een verantwoordelijkheid, een druk. En dan moet je daar doorheen. En als je er doorheen bent, ik je, wauw, weet je wel. Dus het is ook heel mooi. Het is echt een mooi leerproces. Je zijn net ook bij de kinderkleertjes... je laatste 50.000 uh, die daarin zat. Hoe, hoe is dat op zo'n moment als je dan realiseert van... hé, hey, dit is een droom. Of in ieder geval, ik wilde dit gaan doen voor het geld. Uh, ik heb mijn laatste geld erin gestoken en het werkt niet. Ja, ik realiseerde me gewoon dat het zonde was van het geld. Maar dat daarin blijven zitten nog veel zonder is. Want dat is je tijd. En je tijd krijg je alleen maar minder van en niet meer. Dus als jij zes dagen in de week in een kinderkledingwinkel moet staan, tegen je zin in, waar ook nog eens een keer niet wordt verdiend, dan kan je beter gewoon je spullen pakken. Want tijd is zo waardevol en uh, die moet je goed benutten. Wat zou je voor tip hebben voor jonge luisteraars die nu in, op dat punt zitten, dat ze denken van hé, hey, ik vind dit wel leuk, maar misschien vind ik dat ook leuk. Ja, ik zie dat zelf ook bij mijn dochter. Dat is best wel moeilijk. Je doet dit en dan ga je weer dat doen en weer zus en weer zo doen. Ik denk dat je het een tijdje, kijk, nu word ik gedwongen in mijn bedrijf om te blijven zitten, omdat ik gewoon een, een, een schuld bij de bank heb, zeg maar. En die wordt afgelost op het moment dat ik mijn bedrijf verkoop. Dus ik zit hier nog wel even. En dat geeft me heel veel inzicht in mijn eigen patronen. Wanneer normaal had ik weggelopen, er weer iets anders opgezet. En stiekem probeer ik het nog steeds. Want stiekem ben ik allemaal businessjes ernaast aan het opzetten. Wat ik niet moet doen, want daar betaal ik de prijs voor in mijn andere bedrijf. Want je kan niet op 10.000 plekken tegelijk evenveel aandacht geven. Dus ik denk, en dat zeg ik ook tegen mijn dochter, dat je jezelf moet dwingen. Om iets een bepaalde tijd vol te houden. Want er zijn altijd momenten dat je het niet leuk vindt. Want in alle leuke banen of bedrijven zijn er ook dingen die niet leuk zijn om te doen. Administratie, weet ik veel de misschien uitruimen op je kantoor. Er is altijd wel iets wat niet leuk is. En je moet het wel doen. Het leven is niet alleen leuk. Sterker nog, als uh, alleen leuk bestond, dan bestond leuk niet. Want leuk bestaat omdat er ook niet leuk is. Want anders kan je helemaal niet ervaren wat leuk is natuurlijk. Nee. Maar hoe motiveer je je dan toch om door te gaan? Als je... Ja, je moet gewoon zorgen dat je met jezelf een afspraak maakt waar je je aanhoudt. Kijk, ik kan nu niet weg. En dat vind ik heel mooi. Want ik zie ook van, we zijn best wel door een moeilijke periode heen gegaan. En nu gaat hij weer omhoog. En ik denk, wauw, nu is het opeens allemaal weer leuk. De zon schijnt weer, de zon schijnt weer, letterlijk. En het is ook leuk. En dat had je niet gezien als je eruit gestapt was? Nee, nee. Nou, dat had ik niet. Maar soms, ik heb echt wel hier met hartkloppingen in bed gelegen. Ik heb een voedbedrijf. ik heb geen voet gestudeerd, snap je? En uh, de, ja, mensen maken wel eens fouten. We hebben ook wel eens foutjes gemaakt. We hebben twee recalls gehad dit jaar. Dat is niet leuk. Recall is dat het teruggeroepen ja, wordt? Ja, 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 dat één keer hadden we dik gedrukt melk en niet op de verpakking staan. Wel wij, met de pannenkoeken. En dat is een allergeen melk. En één keer vanwege de Albert Heijn die besluit om een product terug te halen. Dat was minder erg, omdat daar iets in zat wat slecht in het nieuws was gekomen. Wat onzinnig is, ashwagandha mooi ingrediënt. Maar uh, er, hadden ze een, er was een artikel uh, ergens uh, gekomen... waardoor uh, Albert Heijn alle ashwagandha uit het uh, schap heeft gegooid. Ja. Maar dat was minder erg voor ons. Omdat wij daar niet iets in fout hebben gedaan. Maar die melk, dat was natuurlijk onze fout. Dat heeft gewoon echt geld gekost. Ja. En dat zie ik dan ook wel weer als een leermoment. Want dan denk ik, oké, okay, dit is een generale repetitie geweest. De pannenkoeken lagen alleen bij één winkel. Ze zijn nu al, alweer weer terug. Een mooie nieuwe verpakking. En als het de repen waren geweest, dan hadden we echt een probleem gehad. Dus ja, dat ge gebeurt je ook niet nog een keer. Dus dan denk, kan ik ook wel weer heel snel zien... oké, okay, ik moest dit waarschijnlijk gewoon even leren. Ja, want zo zie jij de dingen ook. Tegenslagen toch altijd ja. als iets, ja. een les. Of... Ja. ja, want het was nu de pannenkoeken. En we lagen volgens mij bij uh, 400 winkels. Maar de repen, die liggen bij 2500 winkels, snap je? Als je melk bijvoorbeeld bij, bij wijsprek niet op de repen had... en je moet al die repen gaan terughalen. En dan moet je allemaal gaan overstikkeren. Ja, dat zou heel veel geld hebben gekost. Daar kan je failliet op gaan, op dat soort dingen, ja, 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 Dus nu zie ik het een soort van... oké, okay, dit hadden we moeten meemaken, want we hebben nu alle stappen gehad. We weten nu ook wat een recall is. Wat er dan moet gebeuren binnen 24 uur. Ja. Dus ja. Heb je dat altijd gehad, die positieve mindset daarin? Jawel, ja. ja, ja. En nu wel sneller. Dus eerst dacht ik nog wel van... Uh, jeetje, wat vervelend. En nu denk ik, oké, okay, dit is wel mijn reden. Wat is het les? Er is iets mooiers, zeg maar zo. Ja. Hoe is dat voor mensen in jouw omgeving als je altijd maar het positiever ervan probeert in te zien? Want ik merk ook met vrienden als ik dat dan doe, dan komen ze klagen over iets of ik: ja, maar heb je het al zo bekeken? Ja, maar altijd zo positief, altijd zo toxisch. Ja, die mensen heb ik dus niet om me heen, hoor. Ik zorg dat ik dat soort mensen niet om me heen heb. Nee, 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 nee. Het is echt super belangrijk wie je om je heen hebt. En uh, ik heb zelfs afscheid genomen van familieleden die klaagden, die altijd ziek, zwak, misselijk, depressief zijn. Ah, weet je, nee klaar ermee. Ik ja. ben daar echt afscheid van genomen. Maar dan creëer je dus eigenlijk een soort eigen bubbel van ja. mensen die... maar je hebt hier maar één leven, hè? Die tijd, die wordt minder. Dus waarom zou ik in vredesnaam tijd besteden met mensen die klagen? Klagende mensen. Even serieus. Ik bedoel... Ja, tuurlijk, als je kanker hebt, mag je verdrietig zijn, weet je wel? Of iets. Ik zeg niet dat je nooit mag klagen als er iets gebeurt of als er iemand doodgaat. Maar het hoort allemaal bij het leven. Snap je? En... Als je het dan toch al hebt, wat voor, wat voor zin heeft het... om het nog erger te maken, dat gevoel? Om erin te blijven hangen? Weet je, ja, ik had mijn kruisband gescheurd twee jaar geleden. deed fucking veel pijn. Echt pijn. En ja, ik liep gewoon. Binnen zes weken deed ik alles weer. Mensen, ja, ja. Ik, ik, ik zette toen op mijn Insta. Over zes weken kan ik alles weer. Toen gingen echt mensen reageren. Ja, jij wel. En voetballers niet. En b -b 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 -b. Over zes weken deed ik alles. Alles. Alles gewoon. Helemaal 100% strekken. Rick. En tuurlijk deed het pijn. En tuurlijk heb ik gehuild. En tuurlijk dacht ik: wat is de fucking les in dit nu weer? Maar ik wist het best wel snel dat ik niet wil buigen. Je knieën staan voor buigen en ik ben best trots. En, uh, en dus ik wist ook wel snel wat het, wat het was. Alleen wat heeft het zin om daar dan nog jaren over door te klagen? Ja, ik kan nu ook de hele winter klagen: van... shit, ik kon niet op wintersport van mijn kruisband. Ik heb daar een paar keer wel over nagedacht. Ik dacht: jammer, maar ik mag wel, ik mag wel de twee jaar, tot de twee jaar voorbij zijn. Ik ga die nog een keer eens keren. Weet je wel? Dus wat je ziet, is dat mensen, er gebeurt iets in iemands leven. is vervelend. Dan heb je twee, twee kanten hoe je naar kan kijken: vervelend, ik huil, ik draag het en ik lost op, of ik, ik denk er niet meer aan. Of ik ga het nog twee jaar lang daarover hebben. En dat zorgt alleen maar voor een rotgevoel. En een rotgevoel trekt nog meer rottige dingen aan. Dus ja. Ja. Ik ben gewoon van mening van hou daarover op. Dat schreef je in je boek ook van, als je iets gebeurt dan heb je één groepscall met je vriendinnen ja. uh, en dan vertel je één keer het verhaal en daarna niet meer. Ja, dat was toen met uitging met mijn relatie. Ik denk gaat toch niet nu dat hele vervelende verhaal. Aan iedereen zit te vertellen, heb ik geen zin in. En iedereen wil natuurlijk weten, uit is uit, jullie gingen toch samen naar Spanje. Ja, ik ga het één keer vertellen en dan niet meer. Dus ik heb gewoon met iedereen gebeld. En één vriendin was te laat, Nicole, die heb ik het ook niet meer verteld. Oh, die weet nog steeds niet nee. wat er gebeurd is. Nee, en dat ga ik ook niet meer doen, want het is nu al een half jaar geleden. Maar dat is dus wel denk ik ook het lastige. Enerzijds dat je dus uh, zo in het leven staat. Anderzijds dat je wel ook veel praat over je eigen lessen, over je eigen weg. Over de weg die je hebt afgelegd. Dus dat staat dan wel een beetje haaks op elkaar. Nee, toch? want ik klaag toch niet over mijn leven? Nee. Oh, dus het is vooral ook negatieve dingen ja. vertel je één keer. Ja, ja, Dus zeg maar dat je er helemaal in. in, in, in ja, maar, en toen deed hij me dit aan of dat. Ik, ik denk altijd, als er iets gebeurt, wat is de les en wat heb ik daar te leren en wat is mijn aandeel? Want een ander kan je toch niet veranderen. Nee. Je kan alleen veranderen hoe je zelf reageert op situaties en dingen. Dus ik kijk meer naar mijn eigen aandeel in alles wat er gebeurt. En daar leer ik van. En dat deel ik graag. Ja, precies. Maar ik ga niet wijzen of klagen of uh, nee. nee. En wat zou je voor tips hebben voor luisteraars die zeg maar, misschien wel in zo'n gedachtenpatroon zitten? Die dan wel het moeilijk vinden om altijd maar het positieve in te zien van dingen? Kijk, ik denk dat dat komt door je blauwdruk. Dus ik denk dat het komt door je opvoeding, genetica, uh, dingen die je in het leven hebt meegemaakt. Soms hebben mensen zware dingen meegemaakt. Uh, cultuur is ook een groot onderdeel daarvan. Um, dus kijk naar je blauwdruk en, en ontdek waar dat vandaan komt dat je zo denkt. Dat je donker denkt, dat je klaagt. En los het op. En hoe doe je dat? Nou ja, als het bijvoorbeeld is door dingen die je hebt meegemaakt in je leven, dat kan best wel zijn dat jij in je jeugd of in, in het verleden dingen hebt meegemaakt. Waardoor je onzeker bent geworden, waardoor je minder zelfvertrouwen hebt. Er zijn allerlei methodes. Ten eerste natuurlijk mijn killer mindset boek. Want daar staat een heel groot hoofdstuk hierover in. En ook waardoor je kan denken, oh, waar komt dat bij mij vandaan? Nee, want als jouw ouders bijvoorbeeld angstig waren. En die komen uit een ar armoedige tijd. Of die zijn ook weer door hun ouders weer opgevoed met armoede of met dat je je hard moet werken en zekerheid moet hebben, dan is het voor jou hier heel moeilijk om te gaan ondernemen, want die stem van je ouders en die grootouders die gewoon hier mee, weet je van nee, je moet niet ondernemen dus voor veiligheid en je moet je diploma, dus dan maar hier ergens brandt er zo'n vuurtje van ik wil ondernemen. Je bent 50% je ouders en 50% jezelf. Dus die hebben een heel grote invloed in of je daar durft te starten. En als je dus gaat ontdekken, waar komt nou die, die saboterende stem, gedachte vandaan dat ik niet wil ondernemen, maar eigenlijk wil ik het wel. En ik zit in een soort van twee-strijd. En je gaat helemaal terug naar die kindertijd. Van hoe ben ik eigenlijk opgevoed? Wat heb ik eigenlijk meegekregen? Wat, wat waren de normen en waarden? Wat waren de kernwaarden? Wat waren de overtuigingen van, van mijn ouders eigenlijk? Oh, zijn die wel van mij of zijn die van mijn ouders? Oh, die zijn van mijn ouders. Oh, die zeiden altijd, nee, je moet niet ondernemen, doe dat maar niet. Oh, in deze tijd en mijn landen... Ja, als je daarmee bent opgegroeid, tuurlijk word je beïnvloed. En dan ben je dus eigenlijk het leven van je ouders aan het leven, het leven wat zij voor jou hebben uitgestippeld. En op het moment dat je erachter komt van, hé, hey, dat is helemaal niet wat ik wil, dan kan je gaan kijken, oké, okay, maar wat zou ik dan eigenlijk willen? Ga maar je eigen kernwaarden opschrijven, waar sta ik eigenlijk voor? Maar dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan op een gegeven moment. Als jij zegt van ik wil iets anders dan mijn omgeving, ja. uh, daar gaan ze wat van vinden. Ja, maar op het moment dat jij daar zelf niet meer iets van vindt. Dus als jij er helemaal 100% achter staat. Dan maakt het niet zoveel uit wat een ander ervan vindt. Kijk, als ik denk: Oh, mijn haar zit niet. Oh, mijn haar is zo pluizig. En jij zegt: maar, hey, je haar is wel pluizig. Oh, Juist, ja, pluizig. Maar als ik mezelf prachtig vind en mijn haar zit prachtig. En jij zegt: Oh, mijn haar zit pluizig. Ja, haar zit wel pluizig. Oh, vind je ook? Oh, ik vind het heel mooi. Zit. Heb je er geen last van? Ja, het precies. wordt altijd geraakt in iets waar je zelf ergens ook twijfels over hebt, zeg maar. Ja, ja dus zeg maar, kritiek ook, dat is eigenlijk iets wat je zelf ook. Vindt. Ja, dus je moet eerst zorgen dat je het zelf 100% weet wat je wil, dat je er achter staat. En dat je er 100% voor wil gaan. En in dat proces, dat je het nog niet helemaal zeker weet, ben je ook beïnvloedbaar door meningen van anderen. Dus dan is het heel belangrijk met wie ga ik hierover praten. Want als jij met iemand erover gaat praten die zelf helemaal niks heeft bereikt en zelf in angst leeft, die gaat zijn angst op jou projecteren, waardoor jij misschien beïnvloed wordt. Maar als jij met iemand praat van, oké, okay, ik ga eens een keer met een ondernemer praten. Ik wil ondernemen. Ik ga met een goede ondernemer praten. En dan ga ik naar hem luisteren. En daar ga ik wel. Van leren en denken oké, okay, zo had ik er nog niet naar gekeken. Zo wel, zo niet. En als je dan uiteindelijk met de juiste mensen hebt gesproken en niet met vrienden die bang zijn of jaloers zijn, of het graag zelf ook willen en het dan niet durven. Niet met dat soort mensen, maar gewoon mensen uitzoeken die echt daadwerkelijk een invloed kunnen hebben op je verhaal, een goede invloed. En je kiest ervoor: oké, okay, ik ga hiervoor. Ik heb nu de beslissing genomen en je brengt het dan naar buiten. en je staat sterk in je schoenen, dan maakt het niet uit. Nee. Dan zeg je: Sorry mam, ik hou echt heel veel van je, maar dit is wel mijn leven. En jij bent er straks niet meer, maar ik moet dan wel nog tandartsassistent tass zijn, omdat jij dat zo goed en veilig voor me vond. Weet je wel? En dat is natuurlijk helemaal zo bij mensen die worden uitgehuwelijkt. Of niet eens tegenwoordig meer uitgehuweld, maar gewoon die denken: Ik moet met een Marokkaanse of Turkse vrouw trouwen, want mijn ouders vinden dat zo leuk. Maar je ouders zitten ergens anders op de bank. Die slapen niet met die vrouw in bed. Die hoeven daar niet naast wakker te worden. Nee. Zoals je ook altijd zegt: Je hoeft alleen jezelf aan te kijken in de spiegel. Ja. ja. Toch? Ja. Ja, het is echt apart hoeveel mensen nog het leven van een ander leven. Ja. Maar jij had al heel vroeg het idee van, ik wil acteren. Ja, dan zei, weet je wat mensen dan zeiden als meisje? Ja, maar wat wil je echt worden? Dat heb ik toch net gezegd, wat ik echt wil worden? Ik wist gewoon, ik ga acteren. En dat is dat plan B, dat bestaat niet dan. Er is geen plan B. Ja, maar als dat dan niet lukt. Nee, maar het lukt wel. Het, het lukt. Ja. Het gaat me lukken, want ik ga door tot het lukt. En dat is ook zoiets... Dat is bedoeld met die plan B. Op het moment dat je al denkt, ja, maar als het niet lukt, dan word ik putjeschepper. Die energie gaat voor de helft nu al naar dat putje scheppen. Want je kan het altijd laten slagen. Ik bedoel, Killerbody bestaat nu 3,5 jaar. En dat kost geld, zoals ik net zei, om, om dat te doen. De repen moet je per 50.000 produceren. Je moet voorfinancieren. Je hebt voorraad. Toen ik met investeerders ging praten, zeiden ze, nou ik denk niet dat jij uh, een voedbedrijf. Uh, ik ga, ja, Ik ga niet mijn geld in jou investeren. Snap ik achteraf. Want ik had ook niet door wat ik aan het doen was. Ik snap het helemaal. Maar ik liet me er niet door stoppen. En het maakt niet uit wat er onderweg voor obstakels komen. Je, je redt je wel weer. Ja. Nee, dat heb jij dus ook in het begin heel erg bewezen door uh, die droom te hebben. En toch eigenlijk elke keer als je niet gekast werd, uh, toch maar weer even een foto achter te laten. Toch maar weer even te zeggen: hé hey jongens, ik ben er nog steeds. Ja. Uh, hoe? Wat ik dan altijd een lastig punt zelf vind is: hoe zorg je ervoor dat je enerzijds zelfvertrouwen uh, uitstraalt, maar anderzijds niet die gast of die meid bent die elke keer, oh, daar heb je hem weer of daar heb je hem weer. Ja, maar dat, daar heb je hem weer, dat gaat weer over hoe je naar jezelf kijkt. Je voelt jezelf te veel, bezwaard. Ik voelde me niet te veel. Ik dacht, daar ben ik weer. Joehoe, jojo. Ja, dat gaat allemaal over jezelf. Ben ik niet te veel? Zien ze me zelfs staan? Dat zijn allemaal saboterende gedachten. Ja, dat, dat je eigenlijk gewoon. Dat je zelf misschien al denkt: van ik ben het niet waard. Ja, dat gaat dus over jezelf. Dus dat is wat ik bedoel: met, daar moet je aan werken. Ja. En daar zijn verschillende methodes natuurlijk voor. Therapieën en uh, zelfhulpboeken. Maar dat gaat allemaal over jezelf. Ja. En Dat gaat niet over wat een ander vindt. Want nogmaals, als de ander dat vindt, maar jij vindt dat zelf niet, dan zal het je niks kunnen schelen, zeg maar. Nee. Een worstwees, letterlijk. Dan, dan zeggen ze, oh, daar heb je hem weer. En dan denk je, ja, prima. Ja. Zolang ik maar daar kom. Precies. Ja. En hoe, hoe pakte je dat aan als, als jonge meid? Ik uh, ging gewoon uh, naar castingbureaus de hele tijd toe. En dan was dat vroeger nog niet met internet. Dus dan had je gewoon dat je je foto's uitprintte. En opstuurde. Maar dan ging ik ze langsbrengen. En dan zorgde ik dat ik er gewoon goed uitzag. En dan kwam ik er zo binnen. En zei zeg ik, hallo, daar ben ik weer. En dan, uh, ja, dan bracht ik mijn foto's weer langs. En, en ik hield heel goed wel toen er internet kwam... Want dat kwam toen wel in die tijd... Ik wou, um, hield ik heel goed de website van Harry Kloosterkassing in de gaten. En dat is ook de reden dat ik in goede tijden zat. Want toen was er een oproep voor een Marokkaans meisje... met, met uh, aantoonbare acteerervaring die 23 was. En toen was ik alle drie niet. Alles had ik niet, maar ik wist wel dat die rol van mij was. En dat bedoel ik. Je kan denken, ja, ik ben uh, 21, ik ben niet Marokkaans... en ik heb geen aantoonbare acteerervaring. Of je kan zeggen, fuck it, ik ga het gewoon proberen. En weet je nog het moment dat jij gebeld werd, dat je de rol had? Ja, precies. Neem eens mee naar dat moment, hoe was dat? Ik was dus uit veertig meisjes uitgekozen om met tien meisjes de auditie te doen... bij uh, Goede Tijden, Slecht Tijden Zelf. Met Victoria Coblenco moest ik toen zoenen. Want ik was een lesbisch meisje. En uh, nou, ik had uiteindelijk dus uh, indruk achtergelaten. Dus uh, ik was uh, het geworden en toen werd ik dus gebeld. Ik vergeet het nooit meer waar ik liep, in mijn slaapkamer. En toen belde ze en toen zei ze... Nou, uh, Nicole, want toen noemde ik me nog Nicole, we hebben goed nieuws voor jou. Je bent het geworden en ik, en toen zei ze: verbaast het je? Uh, ja, het verbaasde me wel. En toen, uh, ja, toen was ik het en dat moment, dat, dat is gewoon, dat kan je niet meer terughalen. Dat moment, hoe je dan voelt. Ik weet nog de allereerste keer dat ik op, op, op een blad stond, de televisier of zoiets, stond ik, denk ik, eerste foto. Maar mijn vader was dus net overleden en mijn vader vond het verschrikkelijk dat ik mezelf Nicole noemde. Nico, zei hij al, daar kon het ook niet uitspreken. Dus ik had weer tegen mijn hele familie en zo gezegd: ik heet weer Faya. Maar toen dacht hij: ja, doei. We zijn net zes jaar aan Nicole gewend. Weet je, als, vroeger als mensen mij dan Faya nog noemden, reageerde ik gewoon niet. Maar ik reageerde ook niet op Nicole, want dan was ik niet gewend. Dus ik reageerde gewoon helemaal niet meer op mijn naam. Dus, uh, ja, dus toen, toen was ik dus nog als Nicole naar de auditie en toen zei ik: weet je, ik heet eigenlijk Faya Laurens. Ja, en toen is iedereen er weer aan gewend. Maar ik vond het heel jammer dat mijn vader het dus niet meer heeft meegekregen. Die was echt misschien drie maanden ervoor overleden of zo. Ja. ja. En um, ja, vanaf dat moment was het wel een feestje, het leven hoor. Ja. ja. Wat maakt het een feestje? Ja, gewoon dat je kinderdroom uitkomt. Dat je in die serie. Kijk, nu heb je natuurlijk videoland en je... mensen die vloggen en dingen. Dat had je allemaal niet. Er was één serie en dat was goede tijd, slechte tijd, En daar speelde ik in. En dat was magisch. Want. Je werd groot en mensen gilden op straat en dranghekken. En dat was een hele andere tijd. Je kon niet een winkelcentrum in. En er stonden in hoofddorp allemaal kinderen voor de deur. Dus ik werd ineens een bekende Nederlander, weet je wel. Ja, dat vond ik echt mooi. Op een gegeven moment kwam er een punt dat je, het, dat je dacht van, hé, hey, die droom is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja, dit was weer om financiële redenen. <laughs> Want ik wilde altijd wel rijk worden. En eerst dacht ik, nou, het maakt niet uit. Dan ga ik gratis in goede tijden. Maakt niet uit. Dat, dat denk je in het begin. <laughs> maar. Uh, Zolang ik er maar kom, dan maakt het me niet ja, uit. Ja, ik dacht, oh, moet ik geld bijleggen, weet je wel? Maar ja, in het echte leven werkt dat natuurlijk niet zo. Dat zou wat zijn, hè? Als je gewoon geld moet bijleggen om in zo'n serie te zijn. Ja, dat had me echt niet uitgemaakt. Daar was ik echt een maandje erbij voor gaan nemen, denk ik. Maar ja, ik had dus 1350 gulden. Ja, dat is natuurlijk niks. Of euro was dat toen al uh, euro. En uh, mijn crash was al 800 euro. Ja, want je was ook moeder tegen ja, je. ja. Dus het was, het was ook wel een pittige tijd, hoor. Met uh, halen brengen hier, moest dan om zeven uur naar de crash. En dan, uh, toen ze naar school moest, moest ze eerst naar een oppasmoeder. En die bracht haar dan weer naar school. Dus ik, ik, was, ik kon er niet zo van genieten zoals anderen die geen kinderen hadden. Ik, ik moest wel echt rennen, vliegen, kinderen en, en dat soort dingen. En ondertussen probeerde ik ervan te genieten, van premières. En ja, alles wat erbij kwam kijken. En toen ben ik heel snel heel veel snabbels gaan doen, dus op kermissen. En, uh, en toen kreeg ik dus, ja... Die feeling van geld verdienen. Wauw. En toen zei Goede Tijden... Ja, we willen niet dat je op, op kermissen staat. Want je bent een ster. En die hoort niet op een kermis. zei dus ik: Nou, dan moet je wel eens een ster betalen. dan nou, ga ik niet meer op een kermis staan weet je wel. Dus dat soort discussies kreeg ik al. Ik was wel de beide handen. En net eventjes buiten de lijntjes altijd. Maar hoe zorg je dan op zo'n moment dat je niet je hand overspeelt? Want op een gegeven moment zou je dat kunnen zeggen. Dat heb van... ik niet gedaan. Want ik was natuurlijk wel populair, maar ik heb, toen ik eruit ging, dat was wel mijn hand overspelen. Want ik ging er wel zelf uit omdat ik het wilde, maar ik ging er te vroeg uit ja. voor mijn carrière. Ja, want je had op een gegeven moment een conflict daar gehad. Toen zei je, weet je laat maar zitten, maak mijn karakter maar gewoon dood, ja. zodat ik niet meer terug kan ja. komen. En het zei de uitvoerende producent, wel nog, ze zullen er nog heel even rustig over nadenken. Maar dan was ik zo trots. Ik zou ook niet meer, zeg maar, in die tijd weer op een ander idee gebracht kunnen worden. Vanwege mijn ego hè? en mijn trots. Maar daar heb ik wel de prijs voor betaald. Ja, want wat was de prijs? Ja, dat mijn carrière een soort van voorbij was toen daarna. Omdat. Uh, Jorante kwam toen net in, in de Onderweg de Morgen. Dus ik ging eruit. En zij met jezelfde type natuurlijk. En zij kwam elke dag op tv en ik was eruit. Dus alle rollen daarna kreeg zij. Ik het niet. Nee. Dus ik was. Ja, mijn carrière was best wel een beetje voorbij eigenlijk toen. Hoe ga je daar dan mee om op zo'n moment? Want het lijkt me wel dat je denkt van... nou, ik heb mijn droom, ik wilde dat doen. Je, je had de droom om naar Amerika te gaan zelfs nog. Ja. En uh, uiteindelijk is dan in één keer is het weg. Omdat je eigenlijk te trots was. Ja, dat, dat realiseerde ik me wel een beetje meer later. Maar ik zat toen in een relatie met de vader van mijn kind. Daar heb ik acht jaar mee gegaan en dat was niet de makkelijkste relatie. En ik had ook wel als prioriteit... natuurlijk door mijn hele verleden met mijn eigen gezin om dat bij elkaar te houden. Dus ik, mijn carrière werd minder belangrijk om dat moment. Ja. En ik dacht alleen maar: oké, okay, als dat goed gaat, komt het wel goed. En hij was een ondernemer, dus daarom ben ik ook met die homo hotel toen begonnen en al die dingen. Ik dacht ik: ja, ik ga gewoon ondernemen. Dat is ook prima. Maar uiteindelijk, um, nou ja, ben jij ook um, de gezondheid ingegaan? Noem maar de, de voeding, uh, killer body. Um, je zei het ook: van, daar zijn de mensen die zeggen: ja, waarom zou ik jouw support hierin? Hoe hou je dan toch die moed? Ja, nou, ik, ik deed dat gewoon helemaal op gevoel. Dus dat is echt iets wat uit mijn hart is ontstaan. En uh, meer als doel van voor, die, voor het kilo body deed ik altijd heel veel eten en dan weer diëten. En ik had van alles gedaan. Echt ook hele ongezonde dingen. Ja, toen destijds had je van het HCG-hormoon. Nu heb je ook weer allerlei prikjes, maar toen had je dan HCG-hormoon en dat was dan zwangerschapshormoon, Zo wat je dan in moest spuiten en dan nog twee soepstengels en dat soort shit deed ik allemaal. En uh, toen ging ik expeditie Robinson doen. En toen, daarna kreeg ik echt een eetzornis. En ik kon niet meer stoppen met suikers. En toen dacht ik: Nee, nu moet je ophouden. Dus het was echt organisch ontstaan om mezelf van die suikers af te krijgen. En mezelf fit te krijgen. En daarin heb ik mensen meegenomen. En omdat het echt authentiek was. En gewoon niet van koop dit boek of doe mij na. Maar dit is wat ik aan het doen ben. En dit is mijn journey. En zo zie ik er nu uit. Ja. Daarom gingen mensen daar helemaal in mee. Het was heel echt. Ja. En uh, ja, er is ook een groep geweest die het er niet mee eens was. Maar dat was wel de groep mensen die zelf diëtist waren. En geen boeken konden verkopen. Ik bedoel, als iemand in één keer 74 weken in de top 60 staat. 80 zijn het er trouwens geweest. Op één binnenkomt. Dat was echt uniek. En nu komen er meer mensen op één binnen. Maar dat is echt uniek. Nee, nou stop. En ik stond op een gegeven moment op nummer één en nummer twee met mijn boeken. Ja, dat, vind, dat vinden mensen die ervoor hebben gestudeerd om diëtist te zijn. niet zo leuk. Nee. Dus maar ja, als ik dan keek van wie, van wie die kritiek kwam, dan dacht ik, oh ja, ik snap hem. Ja. Ja. Doe je dat ook altijd als je kritiek krijgt? Even kijken van hé, wie heeft wie Niet altijd, het? maar daar was het natuurlijk wel. Ik, uiteindelijk heb ik diegene een podium gegeven. Want uiteindelijk was het gewoon een berichtje op Facebook waar ik erop ben gaan reageren. En omdat ik erop ben gaan reageren, heeft de media het gezien. Ja. En die pakte het toen op. Ja, En media is gewoon van de clickbaits. Vaya maakt maakt anorexia-boek. Dat zeiden ze overigens over mijn tweede boek, wat een receptenboek was. Dus ze lazen het boek niet eens. Snap je dus? Ja, de media die maakt er natuurlijk gewoon van wat hij ervan wil maken om zoveel mogelijk klikken te krijgen. En als je dat kan zien, dan kan je het ook weer loslaten. Ja. Ik heb er natuurlijk heel veel mensen gewoon mee geholpen. Kijk, ik heb gewoon geleerd om te focussen op positieve dingen. Dus al die negatieve mensen, ja, die heb je ook nodig om te weten wat positieve mensen zijn. Maar dat is alleen waar je ze nodig voor hebt. Wat, wat ik zo mooi vind ook aan jou, is zeg maar, ondanks alle shit die je zeker in het begin van je leven over je heen hebt gekregen, dat je toch die positiviteit weet te blijven vinden. Ja, maar dat is denk ik een keus. Ja. Ik ben, ik ben natuurlijk als kind wel heel boos geweest. En dat boos. Kijk, dat boos was mijn ding. Altijd maar boos worden. Boos voor onrecht. Ja, er zijn zoveel mensen die je onrecht aandoen. Ga je dan heel nog boos worden? Ga je hun dan het, het, de controle geven, de mensen die onrecht aandoen, over hoe jij je voelt? De, ja. Kijk, dat is een beetje de vraag die je jezelf moet gaan, afstellen, aan, moet gaan stellen. Van. Dan ga ik de controle over hoe ik me voel buiten mezelf leggen. Want dat betekent dat jij, en de buurvrouw en die journalist kunnen bepalen hoe ik me voel. Dat is niet zo fijn. Dus als je dat weet, dan kan je toch voor kiezen om gewoon nu te focussen op positiviteit en die dingen lekker langs je koude kleren af laten glijden. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk wel mooi om dat ook te zeggen. Maar ik merk dan zelf soms ook wel eens dat ik denk: van ja, oké, okay, ik, ik wil dat niet uh, de overhand laten hebben. En toch glij je er toch weer in mee. Omdat het dus ergens iets in jou is. Wat er ook zo over denkt. Of een onzekerheid. Ja. Wat Noemen ze een voorbeeld? Nou ja, als er bijvoorbeeld commentaar komt op een, op een aflevering van podcast of zo. En dan is dat dan commentaar over hoe jij iets doet? Of een gast die jij hebt gehad? Ja, soms wel zo over inhoudelijk. Of dat je bepaalde keuze. Nee, ik, eigenlijk denk ik wel wat je zegt van als je er zelf achter staat. Dan maakt dat niet zoveel uit. Nee. Het was ooit, um, volgens mij, het interview met Thierry Baudet. wat ik ooit had gedaan. Mm -hmm. Dat er werd door een journalist op Twitter gezet: het slechtste interview, niet voorbereid. Dan dacht ik: maar dat is niet waar. Nee. Weet je wel? Maar uh, waarom trok jij je dan aan omdat het niet waar was? Um, nou, omdat je dan. Ik denk dan. Ik ben dan heel erg bang dat het een negatieve kant op slaat. En ik denk dat dat het. Vooral de angst is: van, oh jee, ja, wat, wat zullen mensen dan gaan zeggen? Maar waarom zou je iedereen aan jouw kant willen hebben? Ja. Waar gaat dat over? Ja, dat zou dan denk ik. Uh, het, de basis zijn van leuk gevonden willen worden. Oké. Okay. Ja. Nou, heb je hem al. om er niet buiten te vallen. Misschien ja. dat. Ja. En dat is waar je aan mag werken, want zeg maar, het is onmogelijk om iedereen aan je kant te hebben. Vind jij iedereen leuk? Nee. Ik, denk jij, ik ga met iedereen om, want iedereen is leuk. Nee, jij kiest ook die vriend uit en die vriend en dat familielid. Nou, daar heb ik niet zo zin in op verjaardag, want die heeft dat. Snap je? Maar we willen dan wel dat iedereen ons leuk vindt. Of dat iedereen ons interview leuk vindt. Of iedereen leuk vindt wat we zeggen. Wat is dat dan bij. Want veel mensen hebben dat natuurlijk. Dat iedereen wil dat je aardig gevonden wordt. Nee, dat dit? gaat erover dat je jezelf dus niet aardig genoeg vindt. En dat je dus eigenlijk uh, aardig gevonden. Je hebt het dus nodig voor jezelf om je goed te voelen. als een ander jou aardig vindt. Ja. Dus de les zit hem in dat je jezelf gaat zien. en jezelf aardig gaat vinden. op alle vlakken en goed genoeg. Want dan heb je die bevestiging van buiten jezelf niet meer nodig. Nee. Zolang jij die bevestiging nog nodig heeft, hebben die mensen hebben allemaal controle over hoe jij je voelt. Ja. En zolang jij zelf denkt: van joh, ik ben eigenlijk gewoon prima wat ik doe en ik, ja. ik ben een aardig mens, dan raakt dat je ook veel minder. Ja. Ik heb ook een interview gedaan met Thierry. En dan zeiden mensen tegen mij: Wauw, heb je, heb je die negatieve berichten? Vind je dat dan niet vervelend? Ik zeg: ik heb helemaal geen negatieve bericht gezien. Nee. Ik heb letterlijk 2000 positieve berichten gelezen onder het interview. En tuurlijk zijn er ook mensen geweest die iets negatiefs hebben gezegd... over dat interview, maar die heb ik niet gezien. Nee. En die hoef ik ook niet te zien. Die zitten niet in mijn, in mijn uh, algoritme. Ik vraag ook altijd aan mensen op zo'n moment... heb je het interview gehoord? Nee, nee, dat niet. Nou, nee. Eerst kijken, dan ja. zeiken. Ja, maar dus ik, ik zeg dit niet eens meer. Dit deed ik vroeger wel ook hoor. Toen met het boek, heb je het gelezen? Ik heb wel eens iemand echt gewoon verlucht gezet in de zaal van 1800 Een man die zei ik heb van mijn vriendin gehoord dat je me ik zeg ik heb je het zelf gelezen. Dacht, misschien eerst dat doen. Stil. Maar dat zeg ik niet eens meer. Ik Laat het gewoon bij hun. Dat is van hun als mensen willen oordelen over iets wat ze niet hebben gezien, dan gaat het toch over hun, dan gaat het niet over jou. Nee, dat is ook wel. Laat het gewoon bij hun. Want iedere aandacht die jij eraan schenkt dat gaat over jou. Waarom zou je dat doen? Iemand uh, in uh, de wereld, waar in de mindset wereld een groot iemand is, uh, Michael Pilatjik, was eerder te gast in de potbast. Groot fan van jou ook. Uh, hij heeft een boodschap voor je gemaakt. Echt? Ja. Dag ja. Mevrouw Killer Body, Killer Mindset, gedreven ondernemer, succesvol in, nou volgens mij wel alles wat je doet. In elk geval bijna alles wat je doet. En je doet veel. En al die dingen daar verdiep je ook heel erg in. Je bent een enorme doorzetter, zoals ik je heb leren kennen respect voor de manier waarop je denkt, de manier waarop je doet, wat je doet. Je geeft eigenlijk nooit op. Je verdiept je heel erg in de dingen waar je veel vanaf wil weten. Je hebt veel ge, gestudeerd, geleerd. Afgelopen jaren heb ik, heb ik ook gezien. Van dichtbij mee mogen maken. We zijn gaan samenwerken in de Meditation Moments app. Heb je hele mooie meditaties ingesproken. Daar ben ik trots op ook. Ben ik blij mee dat je dat gedaan hebt. Ik heb je leren kennen als een superlief mens. Um, ja, de eerste keer dat we elkaar leerden kennen, kan ik nog wel even vertellen, was toen je naar Ibiza kwam. Om de Leef je mooiste leven podcast op te nemen. Ging oh ja. het hebben over de wet van de aantrekkingskracht. En na afloop, ik denk dat we ruim twee uur hadden zitten praten, toen bleek dat er geen opname was gemaakt. Ik had gewoon vergeten de knop in te drukken of whatever. Er stond niks op. En misschien was dat ook wel een beetje Law of Attraction, waardoor je de dag erna terug moest komen. Gelukkig was je er nog. En toen hebben we alsnog de podcast samen opgenomen. Die trouwens inmiddels meer dan 200.000 keer is beluisterd. Ik wens je alle goeds, heel veel moois voor de rest van je leven, zakelijk en privé. Ik hou van je. Mm -hmm. Ik vind je een fantastisch mens. Dikke kussen. Oh. Oh. <laughs> wat lief. Ja, ja. kom wel binnen. Ja? Wat, ja. Wat, wat, wat komt er binnen? Uh, um, ja, dat hij zegt ik hou van je, kom binnen. Ja. Het <laughs> emotioneert je. Ja, ja, ja. Ja, wel. Oh. Spreken mensen dat er weinig uit naar elkaar ook? Ik denk dat, dat het wel mooi is om dat tegen elkaar wat vaker te zeggen, ja. Ik kijk heel ontzettend op naar Michael en wat hij ook doet. Hij is ontzettend slim en commercieel. En hij heeft een fantastische stem natuurlijk. <laughs> ja, ja, ik vind het echt knap wat hij nu ook weer met zijn nieuwe boek doet. Ja, dus uh, ik vind het mooi. Hij is, hij is dus zo'n voorbeeld van iemand die... Uh, gunt een ander ook zijn succes, snap je? Iemand die niet jaloers is of onzeker is. en iemand anders naar beneden uh, lult. omdat hij bang is. omdat hij een ander ook succes heeft of zo. Dat zie je gewoon zo vaak en dat is zo jammer. Dus. Uh... Ja, mooi. Ja, fijn iemand om in je omgeving ja, te hebben. zeker Ja, zeker. Ja, met, ook met die meditation moment, wat hij daarmee heeft gedaan en hoeveel mensen hij daarmee helpt. Hè. Ik bedoel, natuurlijk zijn, zijn er ook klagers die zeggen dat is geen mediteren of zo, maar hou je bek. Duizenden mensen per dag luisteren daarnaar en voelen zich rustig en leren mediteren en naar hun hart vol, luisteren. En, ja, dat vind ik super mooi. Ja. Ja. Kent iedereen in die mindsetwereld elkaar ook? Want dat idee, dat krijg ik af en toe als ik van buiten er naar kijk. Ja, dat is wel zo. Ik denk het wel. Toevallig vroeg iemand mij laatst dat ook. Uh, ja, dat, um, dat is zo. Ja, ja Giel heb je dan. En uh, ja, de, van de magazines. En, hoe heet dat ook weer met de magazines? Het is wel een groepje wat elkaar tegenkomt. En op, op van die dagen in van die online dingen zit. Ja. Ja. En hoe, hoe is dat dan, wat je zegt, Michael, dat, die, dat is iemand die ook mensen wat gunt? Maar zeker als je met veel mensen in dezelfde beroepsgroep zit, dan kan je inderdaad dus mensen hebben die zeggen van hé, hey, eigenlijk doe jij wat ik zou willen doen. Ja, maar eigenlijk is dat in deze spirituele beroepsgroep dus niet aan de orde. Dat is, het, dat is echt van het ego. En dat is meer in die corporate sizzle. Want eigenlijk, mijn vriendin maakt ook online programma's. En maakt ook medita meditatiebundels. En we hebben allemaal onze eigen unieke kracht. Kijk, Michael is supergoed in meditaties. En ook in, in dat, eigenlijk dat geaarde mediteren. Dus zeg maar, daarom is, zijn mijn uh, meditaties ook een toevoeging, denk ik. In zijn app, omdat die heel spiritueel zijn. Die gaan over engelen en je chakra's en weet ik het allemaal. En hij is juist van wandelen en de boom en het bos en ademhalen. Weet je wel? Dus elkaar gunnen is een hele mooie, hoge frequentie. Dat, dat zorgt voor nog meer succes. Dat zorgt voor meer voorspoed. Uh, elkaar niet gunnen gaat over angst voor tekort. Het gaat over angsten jij minder hebt dan de ander. Het gaat altijd over jezelf. Alles wat van mij is, zijn mijn gedachten en mijn gevoelens. Dat gaat over mij. Daar heb ik te kijken van, oké, okay, als ik onzeker over iemand ben, waar gaat het over? En alles wat een ander vindt, dat, dat is van hun. Dat is hier dat stopt hier, dat is van jou. Dus als jij mij iets niet gunt, oh, dat is vervelend voor je. Kijk er even naar, waar gaat het over? Ja. Maar dat is niet van mij, snap je? Dus dat laat ik ook niet bij mij komen. Is dat ook hoe je omgaat met kritiek? Ja, en op het moment dat de kritiek wel bij mij komt, dan gaat het over mij. Want dan is er iets in mij wat daar nog iets op te lossen heeft, wat daar misschien nog denkt: oké, okay, ik ben het daar ook mee eens. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat snap. Dus stel je voor, uh, nou dat voorbeeld wat ik noemde net noemde met dat haar, maar stel je voor, je bent onzeker over je lichaam en je vindt jezelf dik en iemand zegt: Jeetje, oh je bent wel wat dikker geworden. Die voel je gelijk. Tuurlijk, want je denkt het zelf. Je voelt ja. het zelf. Maar hoe blijf je dan openstaan voor uh, ook lessen van anderen als je zeg maar ook denkt van ja, maar ik voel het niet, dus het is er niet. Nee, maar dat is iets anders als dat iemand kritiek op jou afvuurt. Kijk, uh, als ik een goed gesprek met iemand heb en die tegen mij zegt: Nou, kijk er eens zo naar, of wat vind je hier of hiervan? Dan ga ik er wel over nadenken. Als ik het niet voel, niet. En ik, ik neem eigenlijk zelden iets van iemand aan, maar wel als iemand echt iets heeft neergezet: Van Michael, zou ik iets aannemen? Snap je? Ik ga niet iets aannemen van mensen die zelf een potje van hun leven hebben gemaakt. Snap je ik bedoel? Ja, ja, zeker. Dus het is ook de mensen waar je mee omgaat. En, en, en soms bel ik ze ook op als ik uh, advies wil hebben van... oh, ik ga even die vriend bellen. Of hoe denk jij hierover? Of hoe zou jij dit doen? Ja. Dat, zijn wel, dat zijn wel dingen, de, daar kan ik wel naar luisteren. Dus ook kijken naar wie het zegt en wat diegene zelf ja, bereikt heeft. Precies. Ja, precies. Ja. ja, want het is natuurlijk heel makkelijk eigenlijk... ook om alles maar toe te laten de hele dag. Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee ik zoek wel mijn mensen uit. Maar jij, hoe zou je dat doen als je aan het begin van je carrière staat? Want toen jij bij GTSD begon, had je dat misschien... Uh, is dat wat anders, want je begint als jonge carrière-maakster een, bij een bedrijf? Nee, nou, je, je moet altijd kijken van wie doet het al en wat kan ik daarvan leren? En daar kan je gelukkig met internet al heel veel over vinden. Dus eigenlijk het blauwdruk. Dus je hebt je, je eigen blauwdruk natuurlijk. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Maar dan heb je ook van business een blauwdruk. Dus je kan ook kijken van oké, okay, wie ging mij voor? En hoe heeft diegene het gedaan? Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nee, het bestaat al, dus je hoeft dan eigenlijk alleen maar te kijken van hoe de, hoe doet die het en hoe is en, en eventueel stuur je een berichtje op LinkedIn. Mag ik je wat vragen stellen? Ja. Dat doe ik ook, hè. Ik krijg niet altijd antwoord. Maar om te leren van mensen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ook toen ik dus dat geld wilde voor Killer Body... toen heb ik ook gewoon mensen gebeld uit mijn netwerk met geld om te kijken hoe ik dat zou moeten doen. Ja. Ja, je moet gewoon zorgen dat je mensen om je heen hebt die het beter weten dan dat jij het weet. En die ga je om hulp vragen. Maar niet mensen die bang zijn, onzeker zijn en het zelf niet hebben gedaan. Maar die komen toch alleen maar hun angst op jou projecteren. Ik zei het aan het begin al, deze potbast wordt mogelijk gemaakt door potbazen Erwina, Tim en Gillian onder andere. Door hun donatie via petjeaf.com slash potbast kunnen we de potbast blijven maken. En er wordt wel eens gevraagd, daar gebruik je het geld voor? Nou, voor research onder andere of uh, parkeren in Amsterdam, wat ook zes nieren per uur kost. Ja. Um, het leuke is dat je als potbast als eerste te horen krijgt wie de nieuwe gast wordt. Dus zij wisten altijd dat jij de gast was. Uh, je kunt achter de schermen meekijken via een speciale Instagram groep. Uh, en je mag ook een vraag stellen. Dus als je dat ook leuk lijkt, uh, doneer dan uh, via petjeaf.com slash potbast. Uh, dat kan uh, eenmalig of uh, voor uh, 5 euro in de maand. Uh, dus dat is heel leuk. En de eerste vraag die uh, komt uh, voor jou van Annemaria. Hey Faya, mijn naam is Annemaria uit Aalsmeer. Ik ben fan van jou en van de podcast. Ik had een vraagje. Vroeger werd er niet zoveel van vrouwen verwacht. Je ging naar school, je stopte met werken, je kreeg kinderen, je uh, ging aan de sherry en dat was het eigenlijk wel. Vandaag de dag. Uh, is er zoveel meer mogelijk, maar er wordt ook heel veel van je gevraagd. Je moet perfect zijn van de buitenkant, van de binnenkant. Je moet mentaal sterk zijn, creatief. Um, ja. Is het moeilijker of makkelijker om nu als vrouw op te groeien? Ik hoor haar heel veel zeggen: moeten. Je moet, je moet, je moet. Van wie moet dat in vredesnaam? Ik heb hier niemand die mij vertelt wat ik moet, dat ten eerste. Dus dit gaat over iets in jezelf. Dit gaat over wat jij vindt dat je moet en waarom vind jij dat je dat allemaal moet? Want wie ben jij nog als je dat niet meer moet? En vind jij jezelf dan nog goed genoeg? Dat zou ik aan haar willen vragen of terug willen geven. En voor de rest denk ik dat we er in elke tijd waarin we opgroeien uitdagingen zijn. Vroeger waren er misschien uitdagingen over wel of niet zwanger worden terwijl je geen voorbehoedsmiddelen had of. Uh, een man die het voor het zeggen had. terwijl je niet met hem wilde zijn. en kon je niet weg. En nu heb je social media. en vergelijkingsmateriaal met anderen. Dus in iedere tijd. heb je uitdagingen. Ik geloof niet dat het nu erger is. Ik geloof dat het anders is. En wij hadden een hele andere tijd vroeger. En nu is er weer een andere tijd. En onze kleinkinderen hebben ook weer een andere tijd. En ik denk dat het belangrijk is dat je meebeweegt. En dat wij als mens hebben allemaal weerstand tegen verandering. Dus we willen heel graag dat het het oude blijft. Omdat we het moeilijk vinden om mee te bewegen. Maar we zullen wel moeten. Je moet meebewegen. Meebewegen met de seizoenen. Meebewegen met je cyclus. Meebewegen met het leven. Met het ouder worden. En geen weerstand hebben tegen wat er nu anders is. Want het is gewoon zo. Het is nu anders als vroeger. En het enige wat dat vervelend maakt... is dat jij het niet accepteert. Want social media gaat niet weg... Nee, dus het is eigenlijk als ik je ook weer hoor van je bent zelf de enige die je leven kan veranderen. Ja. ja. En die gewoon kan meebewegen met deze tijd. En je moet helemaal niks. Is er iets uit het leven nu wat je vroeger zelf graag gehad zou willen hebben. toen je opgroeide? Nou, ik denk dat die tijd van social media, als ik daarmee opgegroeid was. dat ik veel groter was dan dat ik nu ben. Als inbekendheid en succesvoller. Kijk, het is maar weer wat je ermee doet. Gebruik je het om uren in je bed te tiktokken en te kijken naar het leven van een ander wat succesvol is, of maak je hier je eigen succes van? En die keus ligt bij jou. En de mensen die er dus hun eigen succes van maken, zijn ook de mensen die in een andere tijd succes maakten. Van, weet ik veel, leren timmeren of straten maken, snap je? Ja, dus succes is eigenlijk afhankelijk van een bepaalde drive in plaats van ja, niet van dat, wat je Je wordt handen. niet nu minder succesvol door, door afleiding. Nee, dat zit in jezelf. Je kunt juist veel succesvoller worden in deze tijd. Doordat er veel meer mogelijk is. Ja, er is veel meer mogelijk. Je kunt wereldbekend worden. Je kan zelfs. Ik kan nu mijn meditaties met één druk op de knop in het Engels, Frans, Spaans, met mijn eigen stem. Met AI. Ja, ja. ik kan in één keer wereldberoemd worden met mijn Engelse meditaties. Ja. Als ik die ambitie heb. Of de voetenfoto's natuurlijk. Ja. <laughs> de tweede vraag die komt van, van Michel. Hoi, Faya, Michel hier. Leuk dat ik je een vraag mag stellen. Uh, ik ben ondernemer, zeven dagen in de week, druk aan het werk. Ik zou heel graag een bepaalde routine vinden waarin sport elke dag is meegenomen. Goed mediteren. Uh, en een rondje in de natuur lopen van ja, ongeveer een uurtje. En het lijkt natuurlijk heel makkelijk. Van, ga het maar doen. Maar werk komt heel vaak tussendoor. Even een vraag, even een belletje, even dit, even dat. Hoe zou jij adviseren om hier een goede routine in te vinden? Succes met de podcast. Mooi, want dit is natuurlijk het excuus wat heel veel mensen hebben dat er geen tijd is. Hè? En dat is een. Niet een kwestie van tijd, maar een kwestie van prioriteit. Dus um, je kunt zeggen, ik werk zes keer in de week en ik uh, moet door, ik moet, moet, moet. Maar wat gebeurt er als je dat anders inricht? Wat gebeurt er als je toch wat minder gaat werken en wat meer tijd voor jezelf gaat maken? Want uh, als jij omvalt omdat je die tijd voor jezelf niet maakt, dan kan je ook die zes dagen in de week niet meer werken. En dat wil je voor zijn. Dus ik ben meer van. Uh, prioriteit stellen dat jezelf en je gezondheid altijd voorop staat en ik sta daarom heel vroeg op, dus ik train altijd om zeven uur en ik werk wat minder maar wel wat productiever, want als je dus heel veel werkt, zoals je ziet, dan merken dat je op een gegeven moment ook minder productief bent en eigenlijk veel minder werk verzet. En dat soms niet opnemen, dat gaat ook weer over schuldgevoel. Als je een keer vrij neemt of een tijd voor jezelf inplant, voelen heel veel mensen zich schuldig. Die denken oh Doe nu iets wat, wat niet hoort. Ik zit zelf. Ik, ik ben, ben niet productief. Ik ben niet productief, nee. Maar dat is juist wel productief om meer tijd voor jezelf te nemen, minder uren te maken, maar in die uren echt alles te geven en jezelf daarna weer op te laden. Dus als je maximaal inspant, heb je ook maximale ontspanning nodig. Dus dat je in, pla in plaats van dat je zegt van ik werk van negen tot vijf... dat je zegt van ik werk van negen tot één... en daar doe ik alles in wat ja, ik op een dag moet doen. dat zie je aan de Geen meest succesvolle mensen. Ja. De meest succesvolle mensen in de wereld staan om vijf uur op... Merkel Morning, doen dan twintig minuten meditatie... twintig minuten lezen, uurtje of drie kwartier trainen... gaan dan aan het werk en zijn om één uur klaar. Dat doen de meest succesvolle mensen van de wereld. Ja. En wat voor concrete tips zou je aan mensen willen geven hierover? Gewoon echt kiezen voor jezelf. Dus stop met die excuses van geen tijd. Sta wat eerder op. Dat is de eerste twee dagen alleen moeilijk. Je moet ook gewoon wat eerder naar bed gaan. Het is super gezond om wakker te worden met het zonlicht wat opkomt. Melatonine wordt aangemaakt. We gaan te laat naar bed. We eten te laat. Daardoor rust ons lijf niet uit, omdat je te veel eten nog in je systeem hebt. Je kan beter gewoon echt stoppen om zeven uur met eten. Dan sta je veel vroeger op. Gaat allemaal vanzelf. Hè? Dan word je. Ik zet de wekker nooit. Nooit. Ik heb geen eens een wekker. Weet je, dus, omdat ik dus niet me volprop nog tot diep in de nacht met allemaal eten. Dus ben je gewoon licht. Dus jouw lichaam heeft s'nachts rust. Je hoeft niet allerlei dingen te verwerken. Je wordt vroeg wakker, je besteedt tijd aan jezelf en dan ga je werken. Ja. En, en niet meer dan twee meetings op een dag. Ik heb straks nog één meeting, en that's it. Je hoeft je niet schuldig te voelen. En wat ik ook doe, is ik doe gewoon niet meer mijn mail openen. Ik open alleen mijn mail op het moment dat ik weet dat ik ook de tijd heb om het allemaal weg te werken. Stel de jonge Faya, die spreekt je aan, die net die castingfoto's heeft afgegeven bij het uh, castingbureau. En die zegt, uh, grote Faya, hoe word ik zo uh, succesvol als jij? Wat zou je er zeggen? Ja, door echt te geloven in jezelf. Maar ja, nee, ze heeft het precies goed gedaan zoals ze het heeft gedaan. Met alles wat erbij hoort. Dus doe maar gewoon geloven in jezelf. Ga maar ervoor. Gewoon dat vertrouwen houden. Ja, dat, dat vertrouwen in. houden. Ja. Is dat gelijk ook het ingrediënt voor succes? Ja, vertrouwen houden. En weet gewoon dat als je twijfelt, dat je niet twijfelt door anderen, maar door jezelf. We leggen het weer bij de ander neer. Ja, door die of door dat. En die zei dit. En nu twijfel ik. Nee, je twijfelde al. Want je twijfelde en daarom doet die mening van die ander je iets. Anders zou die mening je niks doen. Dus dit gaat over jezelf. Dus zoek het bij jezelf. Los het bij jezelf op. Nou, Faya, dat was hem, je ene laatste podcast. Je mag bijna stil zijn. Oh, heerlijk. Ja. Kijk je ernaar uit? Stilte? Ja, wel. Ja. Ja. Ga even een beetje de stilte opzoeken deze zomer ook. Wat heerlijk, heerlijk. Nou, dan zal ik in die stilte, de laatste woorden van deze, zal ik zeggen: dank voor het kijken of het luisteren. Um, als je het leuk hebt gevonden, abonneer op deze podcast. Dan mis je de volgende gesprekken ook niet. De volgende is met Steven Kazan. Um, en er komen nog veel meer leuke aan. Dus abonneer om het uh, niet te missen. En we gaan bijna die stilte in, Faya. Heerlijk.